Er inmiddels gaat twee maal langer mee dan mislukte imitatie. This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is however not the BBC. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio, communicatie die altijd blijft werken. Today is the first day of the rest of your life. And what a good day, to have a good day. Daily Minutes, 12 maart 2022. Dit is het bulletin van zaterdag. Inmiddels 12 maart 2022. Dit is het bulletin van zaterdag. Nee, ik ben niet best bij stem. Het klinkt een beetje schor. Weinig Daily Minutes de afgelopen weken. Ik ben wel bezig geweest met video. Met name op wokka.be en dan _apenstaartje PA0ETE met hoofdletters. Dus die laatste met hoofdletters. Dus wokka, W-O-K-K-A, .bravoecho, _apenstaartje. PA0ETE en dan kun je de hele historie zo doorbladeren. Je kunt onderaan doorklikken naar de volgende pagina. Best wel veel filmpjes gemaakt als experiment van maximaal 30 seconden. En die lengte die wordt bepaald door het platform waar wokka.be op draait, Mastodon. De provider die ik daar heb, die vindt 40 MB genoeg. En ja, goed, dat snap ik. Met het videoformaat dat ik graag wil, kun je daar dan ongeveer 30 seconden kwijt. Misschien ga ik nog wel proberen vanavond om de hele Daily Minutes erop te zetten. Dan moet ik stilstaand videobeeld nemen. Audio kan ik er niet op plaatsen volgens mij. Ik zal eens kijken of dat wel gaat, want anders is het makkelijk binnen 40. Maar ik zal eens kijken of dat kan. Of ik dat daar ook kan plaatsen. Dus even het YouTube-gebeuren verlaten. Daar blijf ik wel voor de langere video's. En misschien dat ik de video's van de afgelopen dagen die over zendamateurisme gaan ook nog wel aan elkaar plak en op YouTube zet in één lange ruk. En dan het audio ook even verbeteren. Want het audio van mijn smartphone is niet helemaal fantastisch. En ik doe die filmpjes ad hoc. Vaak doe ik er meerdere tegelijkertijd over hetzelfde onderwerp. En die plaats ik ook direct vanaf de smartphone op de site. En dat is al een beetje punt. Er zit geen enkele bewerking in en het audio is mager. Het lukt alleen niet om dat te verbeteren. Er zijn apps die het audio kunnen verhogen en ook kunnen aanpassen. Maar die willen allereerst overal toegang toe, wat ik niet altijd leuk vind. En er zijn er een paar waar dat niet hoeft, maar die kunnen dan de microfoon weer niet aanpassen. Tenzij je een headsetje inplugt. En dat was niet helemaal de bedoeling. De filmpjes gaan voor een deel over morsensleutels en over antennes en mijn kat. Ik flat het er ook regelmatig tussendoor. Ik wil nog steeds naar het plan toe van populaire wetenschap en een mix van populaire wetenschap en de zendhobby. Ik denk dat ik daarbij ook zelf in beeld zal verschijnen. Misschien wel op allerlei plekken, wie zal het zeggen. Misschien is het wel leuk om een keer naar Nemo te gaan. Daar ben ik al eens geweest toen het net geopend werd. Nemo in Amsterdam. Ik denk dat er nog wel wat contactpersonen van toen zitten. Waar ik destijds... Het was al wel... ik heb dat toen niet opgeschreven. Maar het is wel grappig om te vertellen. Dit is ook al 15, 16 jaar geleden of zo. Maar het was zo dat ik als een van de eerste in het Nemo mocht in Amsterdam. Dus dat prachtige gebouw met die helling waar gerolschaatsen en ik weet niet wat allemaal geworden. Het leven is gevaarlijk natuurlijk. Maar het is een gebouw waar je dus op de bovenste etage op een balkon eruit kan. En dan kun je dus helemaal langs een trap naar beneden. Het ziet er fantastisch uit. Heel futuristisch. En er zijn twee andere musea opgegaan in dit museum, als ik me goed herinner. Dan ben ik de naam daarvan niet meer, maar in ieder geval... was ik in dat museum wat nog niet helemaal afgebouwd was, maar wat toch al wel open zou gaan een dag erop of zo. En ik was daar bij de preview. En ik was nog niet binnen of de stroom viel uit. En dat gedurende 2 uur.
En ik kon heel veel dingen ook niet bekijken. Want ja, al die dingen die werden punt 1 aangedreven door elektriciteit. Je kon daar dingen selecteren en bedienen en ik weet niet wat. Dus, maar het was ook zo dat de binnenverlichting uitviel, behalve de noodstroom, die nog niet helemaal in orde was, waardoor het gewoon in delen van het gebouw stikken donker was. Maar ik ben zo aardig geweest om dat niet in het artikel te zetten. Want ja, ze moeten hun publiek nog aantrekken zo in het begin. En ik snap ook wel dat een dag voor de grand opening, dat het allemaal niet helemaal voor elkaar is. Dus ik ben daar heel vriendelijk geweest. Ik weet niet zeker of ik het tegen de woordvoerder ook gezegd heb, maar ik denk het wel haast. Zo van, nou, ik snap dat dit gebeurt. Dat gaan we je niet aanwrijven. Hè. Het is wel grappig om te melden aan de andere kant. Maar dan moet je het allemaal niet doen, hè. Dus ja, dat is wel leuk. Maar misschien dat ik daar kan kijken om wat inspiratie op te doen voor de populaire wetenschap in de Daily Minutes. Maar ik moet nog even kijken wat het precies wordt. Ik vind het wel leuk om er wat mee te doen. Misschien ook proefjes, maar dan in de open lucht ook. Gaap, nou. En ik heb wel zo genoeg geslapen vannacht en gisteren. Ik is er overdag 2 keer in slaap gevallen en 's avonds ook. En daar ben ik wel s'nachts wat later naar bed gegaan. Maar ik heb ruim mijn uren. Dus er is no need to yawn. Ja, zoals misschien te horen is, ik heb de USDX aanstaan. Ik heb bericht gehad. Wat ik vermoed dat er gebeurd is, is dat de verkoop meerdere accounts had. En dat hij die allemaal heeft samengevoegd. Maar gedurende een korte tijd stond er bij mij op dat mijn bestelling geannuleerd was. En het stond er echt, en toen heb ik hem gevraagd hoe dat zat. En toen zei hij, oh nee, dat is niet zo. Nou ja, toen stond hij inderdaad weer klaar voor levering. En hij was ook al een uur later bij de verzender aangeleverd. Dus dat is wel heel leuk. Dat zou betekenen dat ik binnen hooguit een dag of 10 het apparaat hier zou moeten hebben. Dat is de USDX van de makers, of tenminste met goedkeuring van de makers zelf. Dus ik ben erg benieuwd, want daar zit de 12 bits, sampling zit erin en een snellere microprocessor. Iets minder banden dan de uitvoering die ik al heb. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe het werkt. Ik ben heel tevreden over die ik al heb, moet ik zeggen. Misschien zijn mijn eisen ook niet zo hoog, omdat ik van dit soort kleine apparaatjes gewend ben. Ik heb er wel wat gemopper over gehoord van mede-amateurs. Maar ik denk dat die mensen te hoge verwachtingen hebben. De kwaliteit van die hele goedkope apparaatjes, die soms helemaal niet zo heel goedkoop zijn, want sommige zijn boven de €200. En die zijn dan alleen CW, vaak één band. En die kwaliteit van die ontvangers is niet super altijd, hoor. Dat is soms best matig. Maar ja, het gaat om de uitdaging. Je gaat met het ding op pad, SOTA of ik weet niet wat. En het is de uitdaging. Maak daar maar verbindingen mee met de middelen die je hebt. Dat is de sport. En als je dat beschouwt, dan is die USDX gewoon wel beduidend beter in een aantal opzichten dan dat soort apparaten. En nog dagen later dat het ding voor phone werkt. En een groot aantal banden bereikt met zenden en een general coverage ontvangst heeft, wat al die anderen niet hebben. Dus ja, nee, ik vind, behalve dat Xieco die 4 banden heeft, maar wel general coverage ontvangst. Maar goed, het is leuk om mee te experimenteren en vol verwachting klopt mijn hart. De nieuwe heeft ook wat extra's, zoals bijvoorbeeld ingebouwde SWR-meter. Er zit nog wat meer luxe in. Het is een luxere versie ervan. Ik heb 130 voor betaald en voor die andere 128 voor de Neppert. Dus nou ja, vol verwachting klopt mijn hart en we gaan kijken wat het is. Dat zei ik al, geloof ik. Ja, ik heb verder heel druk met werk gehad en met een aantal andere dingen. En ja, achterstallige zaken die gedaan moesten worden. Dus ja, best wel druk. Vandaag eindelijk met het luik aan de gang gegaan. Oh, maar ik moet mijn repeaters nog aanzetten. Die had ik uitgeschakeld vanwege het werk. Dus die zal ik zo even aanzetten. Anders dan is helemaal geen XDV in de lucht. De repeaters staan wel aan, maar de zenders heb ik uitgezet. Dus anders is het niet veilig werk op de overloop. En ik moest daar toch zijn. Dus, en dan, het is wel zo, als ik er regelmatig moet zijn, dan moet ik hem niet elke keer aan en uitzetten. Want anders weet ik al wat er gebeurt. Dan vergeet ik de helft van de tijd dat ding uit te zetten. En ik wil toch niet in dat hoogfrequent lopen. Ik sta echt, regelmatig raak ik de 2 meter antenne aan. En op die manier merkte ik ook een keer dat hij nog aan stond. Begon te prikken en te branden. En dan, ja, dan moet je maar snel naar beneden. En want, ja, nou goed, ik wil in ieder geval niet in het veld staan. Maar daar ben ik dus mee bezig geweest. Ik heb een aantal plannen, maar ik ga die niet vertellen. Want als het er niet van komt, dan. Maar ik ben bezig wat dingen te repareren, wat dingen voor elkaar te maken. En het luik, daar heb ik wel redelijk wat aan gedaan vanmiddag. Ik ben niet helemaal tevreden, maar ik heb in ieder geval de belangrijke stappen gezet. Dus ik denk dat ik morgen een heel eind kom. Ik krijg hem niet af, want ik moet hem nog verven. Maar als ik zo doorga, dan heb ik over een paar dagen dat luik erin zitten.
grote opluchting. Dan de router, dat is een andere grote klus. Ja, en ik heb bericht gehad dat ik tussen april en juni overga naar de techniek van KPN. Dus ik hou mijn hand vast. Ik heb al gebeld om bepaalde dingen zeker te stellen. Maar we moeten het nog eens zien. En ik zit me nog af te vragen of ik een briefje ga schrijven om bepaalde dingen bevestigd te krijgen. Maar daar ben ik nog niet helemaal uit. Maar stel je nou voor dat ik overgezet word en de hele mikmak werkt niet meer of een deel ervan. Bijvoorbeeld de repeaters, daar heb ik bepaalde dingen voor nodig. Voor dmr.li, voor de chat. Dat is allemaal wat meer bijzondere dingen dan de meeste gebruikers doen. Dus ja, het is wel van belang. Maar goed, als het niet werkt, dan ga ik gewoon speuren aan een andere provider. Maar daar doe ik dan wel vermoedelijk een paar weken over om dat allemaal weer rond te hebben. En dan moet het spul nog werken. Dus ja, enigszins griezelig is het wel. Oké, ik hou het hierbij. Hoeveel minuten ben ik aan het praten? Dat weet ik niet. Ik moet mijn bril opzetten. Voor mij doen nog best wel kort volgens mij. 10 minuten. Dat valt nog wel mee. En de accu is bijna leeg, zie ik van deze. Nou, tot zover. Voor nu dus. Daily Minutes. Er is er weer eentje. This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. Disclaimer, everything in this podcast, including the accompanying material, as a principle, is basically all fiction, although elements of reality may have been incorporated. However, real things included in it may have been exaggerated or not, or may have been placed out of context. No rights can be derived from the content, nor is creator responsible for any consequences of the content. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour. Deze uitzending wordt opgedragen aan Jurgen van den Broek, ON3JVB, voor altijd de Joker van België.